Chronisch zieken en gehandicapten worden in hun hemd gezet door de regering. Door het ontbreken van tijdige hulpverlening om achteruitgang te voorkomen. Door het schrappen van fiscale aftrekposten. Door eigen bijdrage voor hulpmiddelen van de WMO. Door verlaging van de zorgtoeslag. Door versobering van het basispakket en invoering eigen risico van de zorgverzekering. Oftewel door stapeling van zorgkosten en geen compensatie.